Passagiers die in en buiten Suriname zijn gestrand, moeten zo gauw als mogelijk in contact treden met de ambassade van hun eigen land. Surinaamse passagiers die bijvoorbeeld in Nederland zijn gestrand, moeten in contact treden met de Surinaamse ambassade in Nederland. Terwijl Nederlandse passagiers die in Suriname zijn gestrand, contact moeten maken met de Nederlandse ambassade in Suriname. Dat maken het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in afzonderlijke persberichten bekend. Het is van belang dat deze passagiers zich registreren bij de ambassade, zodat het proces van repatriëring zonder problemen ingezet kan worden. Surinamers in het buitenland die naar Suriname moeten afreizen, moeten aan de volgende eisen voldoen. Surinaamse staatsburgers zijn, ingezeten zijn met een geldig PSA-kaart, in het bezit zijn van een geldig verblijfs- of werkvergunning en in het bezit zijn van een retourticket met als bewijs dat de terugdatum naar Suriname voor 13 april 2020 is. De Nederlandse ambassade meldt ook dat ze zoals altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Ook worden e-mailberichten zo gauw als mogelijk behandeld, meldt de ambassade in het persbericht.